Jurgen Streppel, twee wedstrijden op rij gewonnen. Fantastisch. Ja, leuk, lekker. Ja. Hoe heb jij die wedstrijd gezien vandaag? Ten opzichte van vorige week? Ten opzichte van vorige week? Nou, ik vond dat de eerste helft prima was. De eerste 10 minuten hebben we hoog druk gezet. Hebben we eigenlijk alleen maar de bal gehad. Zijn zij niet op onze helft geweest. En, ja, tweede helft, of in de eerste helft daarna voetbalden we het tweede gedeelte denk ik wel heel erg goed. Veel de bal gehad, kantwissel, vrije man. We hebben ons de wil opgelegd. En 3-0 voorsprong, dat was wel terecht, denk ik. En de tweede helft kunnen we heel kort over zijn, dat vond ik helemaal niks. Nee, inderdaad. Want ja, een mooie kans nog wel voor Livio Mills. Ja, maar tijdelijk. We kunnen in de tweede helft nog wel 2 of 3 doelpunten maken. Maar ik vond het gewoon niet goed in de energie, in de druk vooruitzetten, in het voetballende gedeelte met name. Ja, dat was een stuk minder als de eerste helft. En dat is zonde. Want ik zei nog in de rust van ja, we kunnen een hele mooie avond van maken. Of een hele slechte. En ja, het is medium geworden. Laten we het daarop houden. Zo zie je het zelf. Ja, zo zie ik die wedstrijd, ja. Ja. En dat is mijn vak. En misschien zien andere mensen het anders. Dat mag dus ook geen probleem. 7 doelpunten voor, 0 tegen. Ja, dat is lekker. Ja, dat is fijn. En, daar zijn we blij mee. En zeker het begin van het seizoen. Ja. Dat zijn toch de eerste knikkers. Dat betekent dat we hetgeen waar we mee bezig zijn. We spelen het natuurlijk met druk vooruit. Als je dan 0 doelpunten tegen krijgt, ja, dat geeft wel vertrouwen. Ja. Volgende week verwacht de Graafschap, sorry. En ja. Dan, ja, dat zien we misschien wel een echte krachtmeting. De eerste krachtmeting. Ja, goed, jonge Ajax en Os zijn ook krachtmetingen. In de Jupiler League of in de Keukenkampioen Divisie is gewoon heel moeilijk winnen. En dat hebben wij 2 keer vrij gemakkelijk gedaan. Dus daar ben ik wel blij mee.